De 9 finalisten van de Brabantse Dorpen Derby worden allemaal bezocht door de jury. En vandaag was het de beurt aan 5 dorpen die hun projecten mochten promoten. Heel erg onder de indruk vanwege de ideeën die de mensen hebben en dat ze die gewoon uitvoeren. Een van de finalisten is Den Hout. Genomineerd is het Vreemde Vogel Festival dat afgelopen weekend voor het eerst is gehouden. Het idee is simpel. Met cultuur en eten mensen in het dorp met elkaar verbinden. Als je dat vorige week hier zag, waren mensen gewoon tot tranen geroerd dat zoiets bestaat. Ja. Ik denk, daar gaat het om als we mensen weer bij in het hart weten te treffen, zou ik maar zeggen. Dat hebben ze hier voor elkaar. De 9 finalisten zijn vanaf 19 september 12 weken lang te zien bij Omroep Brabant. Dat wij als publieke omroep daar heel erg dicht bovenop zitten, omdat het volgens ons echt iets uit Brabant is. En omdat wij heel erg graag willen laten zien wat voor initiatieven er vanuit de bevolking komen, waar mensen uiteindelijk zelf ook beter van worden. En vanuit het niks, zonder dat iemand verplicht is, zonder dat er grote bedragen tegenover staan of wat dan ook, hebben mensen de bereidheid om zoiets samen te doen. Nou, wij wilden nog meer. Ik zou willen dat de wereld zo helemaal in elkaar zakt. Dan zou het er goed uitzien. In hun live-uitzending op 12 december kunnen kijkers stemmen en meebepalen wie de winnaar wordt van de Brabantse Dorpen Derby 2015.